En dan zie je deze super oude acteur natuurlijk weer in actie op het paard. Nou, dat is echt amazing. Hallo kijkers van Harm en Frodo en welkom bij deze gloednieuwe reactievideo waarin we gaan reageren op de trailer van Indiana Jones and the Dial of Destiny. Ik heb zelf, net als dat ik vorige week nog nooit iets van Transformers had gezien, ook nog nooit iets gezien van Indiana Jones. Toch ken ik de naam, toch ken ik het genre, toch ken ik een soort van de acteur die ook bijvoorbeeld speelt in het MCU, maar ook speelt bijvoorbeeld in het Star Wars universum. Hele goede acteur. Laten we snel gaan kijken naar de trailer. Well, in that case, what are we drinking? Natuurlijk begint de film met de scène dat Indiana Jones besluit om te vertellen dat hij ermee stopt. Dat hij met pensioen gaat. Het interessante is dat de acteur natuurlijk al sinds 1981 deze rol speelt. Al meer dan 42 jaar. Wat best wel impressive is. Dus de tijd om te retiren komt misschien ook wel een keer. Same for the goddaughter. Dad told me you found something. On a train during the war. A dial that could change the course of history. Why are you chasing the thing that drove your father crazy? En dan zijn ze op zoek naar de Dial of Destiny. Een soort klokwijzer die het verleden kan veranderen. En het schijnt dat daar in een oudere film of in een oudere, eerdere tijd al dat Indiana Jones daarover wist. Maar het wel een redelijk gevaarlijk ding vindt wat niet zomaar in de verkeerde handen moet vallen. En wat eigenlijk zeker niet gezocht moet worden. Don't move. We need to get out of here. Stop! Sorry. Helena! Dr. Jones, get him. En dan zie je deze super oude acteur natuurlijk weer in actie op het paard. Nou, dat is echt amazing. Dat hij dat op deze leeftijd nog doet, vind ik sowieso grappig. En dat hij zo'n rol oppakt die hij dus al meer dan 40 jaar aan het oppakken is telkens, vind ik ook extreem cool. En ja, dat is gewoon benoemenswaardig. En mensen zeggen dat hij te oud is om Indiana Jones te spelen. Daar is hij zelf best wel pissed om, maar je snapt het ook dat mensen het zeggen. Hitler made mistakes, and with this, I will correct them all. En dan hoor je een gast praten over de uitloop van de Tweede Wereldoorlog, die waarschijnlijk dus deze zonnewijzer wil gebruiken om terug te gaan naar die tijd om de course of history te veranderen, zeg maar. En Indiana Jones moet hem stoppen. Dat wordt waarschijnlijk het plot van deze film. You stole it. Then you stole it. And then I stole it. It's called capitalism. En dan zie je hem weer in actie, maar dan met een zweep. Die natuurlijk, dat is echt het Indiana Jones ding tot de max. Dus ook wel tof dat dat weer zeker wordt laten zien. Het geeft echt weer die oude goosebumps waarschijnlijk voor de mensen die het al sinds het begin van Indiana Jones aan het volgen zijn. This way! Fasten your seatbelt. There might be some turbulence. You've taken your chances. Made your mistakes. A final triumph. Indy! Give him hell, Indiana Jones! A few times in my life I've seen things. En dan zien we een hoop amazing scènes van mensen die uit vliegtuigen springen. Mensen die op een paard voor een trein rijden en al dat soort dingen. Wat belooft dat deze film een hoop actie gaat bevatten. I've been tortured with voodoo. Been shot 9 times. Including once by your father. Ah, sorry. But I've been looking for this all my life.
En dan wordt de trailer afgesloten met de zin I've been looking for this all my life. Wat waarschijnlijk gaat over of the Dial of Destiny, of het gaat over de zoektocht die hij had naar zijn goddaughter. Zou allebei nog kunnen. Maar mocht het de tweede zijn, dan is het natuurlijk heel erg interessant wat hij zou doen met die dial. Wil hij het gebruiken om zijn eigen verleden aan te passen? Wil hij het gewoon weer ergens verstoppen, zodat niemand het heeft? Wil hij het vernietigen? Dat gaan we zeker zien in de film. Het lijkt me een interessante film. Ik heb zelf nog nooit iets van Indiana Jones gezien. Ik weet ook niet of er echt een fandom is wat zegt van joh, je zou alles moeten kijken. Of wat dan ook. Mocht jij zeggen, hey, ik weet toevallig het een en ander van Indiana Jones. En ik heb even wat tips voor je als je wil beginnen met het kijken hierna. Laat het zeker weten in de reacties. Dan ga ik het overwegen om hierna te kijken. Volgens mij zat ik in de bioscoop met Jade voor Guardians of the Galaxy 3. Toen we ook de trailer zagen van Indiana Jones. En dat Jade toen tegen mij zei van, yo, zullen we samen naar die Indiana Jones film? Dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. En dan zie ik jullie volgende week opnieuw met een nieuwe Frodo reacting video. En waarschijnlijk gaan we wel reageren op de supercoole tweede trailer van The Flash. Meestal reageer ik natuurlijk niet op twee trailers van iets. Maar dit is wel even een uitzondering. Want hij is echt amazing met Michael Keaton als Batman en dat soort dingen. Maar ik praat al veel te veel. Jullie gaan het volgende week wel gewoon zien. En dan succes verder nog met jullie week. Tot ziens, tot later.